Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Adviesgroep Mulderijverzekeringen, Danny Schilderwerken, Drukkerij Ballast en Hilbrink, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, Hogeveen Mannenmode, A28 Personeel en Opleidingen, ING, Tankstation Klok, Albert Heijn Overijn en de Business Club Hogeveen. De Drentse derby tussen Hogeveen en Alcides. Ploegen die strijden op twee fronten. Hogeveen om de titel en Alcides om klassebehoud. Dus ja, vriendendiensten zaten er niet in tijdens deze Drentse derby. Die sfeervol begon aan beide zijden. Hogeveen dat vorige week natuurlijk met 2-6 won bij SJC. Ja, en is heel wisselvallig is dit seizoen. Ups en ook downs. Beginfase wedstrijd. Kopballetje van Alcides. Hogeveen dat in de beginfase betere van het spel had. Hier prima bal van Jim Veldmaat op Jamai Kriekjes. Schudt zijn tegenstander van zich af. Voorzet en die gaat langs Livon van Dijk. Nou, Hogeveen was dus wel gevaarlijker en ook meer in balbezit. Maar echt gevaarlijk werd het niet. Zoals hier te zien is met het inzetje van Beltouw. 21ste minuut. Veldmaat. Balverlies. En dan weten we dat Hogeveen kwetsbaar is. En dat is nu ook weer het geval. Zomaar Tristan Velo door het hart van de verdediging. En dan is het 0-1 voor de ploeg uit Meppel. Ja, tot ergernis ook van Nico Haak. Gaf een afloop weer aan. Ja, het is gewoon een repeterend verhaal. Het ligt helemaal open achterin. En ja, dat hebben we al zo vaak gezien dit seizoen. En Velo die het afstraft. Alcides dat na de winter maar twee keer won en dus alles aan moet doen om bij de onderste regionen weg te blijven. Dit is nog eigenlijk geen twee minuten later. Bijna identieke situatie en nu Nick Kuiper. En vandoor alleen op Meekamp af Kuiper en dan is het al 0 tegen 2 voor Alcides. En is een stunt in de maak. Maar wat staat Hogeveen daar achterin te schutteren? Het ligt helemaal open. En Nick Kuiper die er optimaal van profiteert. En zo lijkt het de ene week alles te zijn voor Hogeveen, de andere week weer niets. Dan een drinkpauze en dan kan Nico Haak wat orde op zaken stellen. Ja, wil niet de 0-3 om de oren krijgen, dus besluit dan toch maar om Livon van Dijk terug te schuiven naar achteren. Maar dan toch nog een keer weer Alcides. Met diezelfde Van Dijk die hier goed ingrijpt. En uiteindelijk Meekhoff. Ja, Hogeveen probeerde het wel. Maar het werd nauwelijks gevaarlijk. Laatste wapenfeit lijkt dit te gaan worden van de eerste helft. Beltouw. Maar dan toch nog een keer Hogeveen. Diepe bal op Schuurman. Bal terugleggen. Ja, en dan valt Jamai Kriekjes en legt de scheidsrechter de bal op de stip. Scheidsrechter Heikel Michielsen ziet hier een strafschop in. En zo krijgt Hogeveen op een ideaal moment de kans op 1-2. En die wordt benut door Jamai Kriekjes. Schreven miste twee keer, vandaar dat ditmaal Kriekjes het probeerde en die valt niet. En zo is Hogeveen op een cruciaal moment terug in de wedstrijd. Tweede helft. Beltouw. Balverlies. Ryan Luiks. Nieuw Luiks. Doet hij handig. Luiks. En uiteindelijk heeft Meekhoff hem. We hebben bijna een uur gespeeld. Engbus.
Kriekjes stuurt de ingevallen Gende Kumana weg. Gende Kumana. Ja, maar niet, die heeft niet de vorm van het begin van het seizoen. Is even geblesseerd geweest en kan lastig zijn ritme weer vinden. Hier opnieuw Gende Kumana. Uur gespeeld. Die doet hij wel goed. Veldma verlengt. En daar staat helemaal vrij. Jamai, Kriekjes. En dan is het 2 tegen 2. En pikt de Ras Hogeveener zijn doelpuntje weer mee. Krijgt het vertrouwen in de basis en beschaamt dat dus niet. En dan heeft Hogeveen nog een half uur om op jacht te gaan naar de overwinning. Goed, ook Alcides moet natuurlijk winnen. En blijft het proberen, hier diepe bal. Kuiper, 16 meter in, ontspeelt Engbus. En dan zit daar Meekhof goed bij. Kans voor Nick Kuiper. En zo wordt het in de slotfase steeds levendiger. En gaan beiden voor de winst. Maar loopt er ook veel fout bij Hogeveen. Joost Krever. Tom Hierkes naar binnen toe. Ja, vorige week twee keer succesvol. Nu stuit hij op IJzerman. Menno Hierkes. Schrever. Opnieuw Tom Hierkes. Maar die heeft het vizier deze middag toch niet op scherp staan. 70ste minuut. Domme gele kaart van Kjeld Engbus. Overtreding op Tristan Velo. Ja, woede en frustratie bij Livon van Dijk, die er gewoon achter stond. Levert Engbus ook een schorsing op. Van Dijk. Joost Krever. Schrever, 16 meter in, doet hij goed. Bal teruggekopt en dan is het uiteindelijk Hierkes die niet kan uithalen. Maar Hogeveen blijft aandringen. Gende Kumana. Jim Veldmaat. Veldmaat, 16 meter in. Weer een prima mogelijkheid voor Veldmaat. Gaan we inmiddels naar de 88ste minuut. Opnieuw Kuiper weggestuurd. Kuiper. En dan wordt er gevlacht en gefloten voor buitenspel. Maar het is op het randje. Dan de corner en de uithaal van Noah Schuurman. En zo blijft Hogeveen pompen in die slotfase. Want moet natuurlijk winnen. Ja, en dan dit. Domme duw daar van Kjeld Engbus. Met al geel op zak. Ja, en daar dupeert hij zijn ploeg. Zou na afloop ook terecht het boetekleed aantrekken. Domme actie van Kjeld Engbus. En hij beseft het zelf ook. Doet zijn ploeg ermee tekort. Want ja, er is met de blessuretijd erbij echt nog bijna 10 minuten te spelen. En Hogeveen dus met een man minder. Vijfhuizen. Van Dijk. Ja, het is te vol natuurlijk. Uithaal Kriekjes. In de handen van IJzerman. En zo gaat het maar door. En het is een zeer boeiende slotfase. Voorzet. En daar heeft IJzerman nog moeite mee. Absolute slotfase. 96e minuut. Alcides. Nog één keer. Ja, Hogeveen zit er natuurlijk ook doorheen. Met die 10 man. Tristan Velo. Vindt dan. Keizer. Legt die bal terug. Oh, wat doet men dat slordig bij Alcides. Daar had men de wedstrijd nog kunnen beslissen. En dan probeert Hogeveen het nog één keer. Diepe bal. En die wordt uiteindelijk uitverdedigd door Alcides. En dan fluit scheidsrechter Michelsen af en stort iedereen ter aarde.
En is de kampioensdroom van Hoogeveen wel vervlogen. Want TOGB wint van VOC. En met nou 3 wedstrijden te gaan is de achterstand nu 5 punten. En Alcides, ja, dat treurt ook. Want TAC 90 wint. En ook voor de Meppelers wacht nog een zware strijd tegen degradatie.